friends with me, George. Heb jij nu niet genoeg van hoeveel ik upload op YouTube? Heb jij niet genoeg van mijn vele uploads per week? Dan heb ik nog iets veel beter voor jou. Want op YouTube upload ik zoveel. Ik heb bijna geen tijd meer had om te livestreamen op Twitch. We livestreamen ook elke avond op Twitch. Niet elke avond, dat lukt toch niet, maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Ik livestream gewoon veel. Het is niet omdat ik geld nodig heb, zoals veel mensen zagen. Misschien wel. Dat doet er niet toe, snap je? Oké. Het is op Twitch, de link staat in de beschrijving. Volg me daar zeker op. Download de app of zo op je telefoon. Als ik live ga, dan krijg je een melding en dan kan je komen snokken op mijn livestream. Er komt ook merch. Ik heb hier een pad leggen van mijn nieuwe merchandise. Deze caps zijn allemaal te koop vanaf volgende maand op mijn webshop. Deze merchandise is what the fuck. Dat is niet waar. Wat doen we met knolpower petten? No pain, no gain. Knolpower. Knolpower pet rookt. Dat is niet de bedoeling. Denkt hier dat knolpower? What the fuck? Ik kan echt geen video opnemen zonder dat mijn raam open staat. Mijn kamer stinkt echt nu. Maar snap je, dat is allemaal niet erg. Een reserve knolpower trui voor als de andere knolpower truien kapot zijn. Vandaag een video waarin ik ga kijken naar oude foto's en filmpjes van rappers uit België, Nederland. Nee, niet uit België. Rappers uit Nederland, Amerika en Nederland. En waarschijnlijk veel Nederland, want dan kan ik clickbaiten. Dat doen we allemaal vandaag. Deze mooie zomerse dag. Regent elke dag in Blankenberg. Regent één dag niet en ik zit de hele dag binnen video te maken. Nice. Laten we eraan beginnen. Dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Gratis knolpower merchandise. Dan stuur ik die op naar jullie huis. Het is allemaal geen probleem. Ik heb allemaal hele leuke foto's van jouw favoriete rappers en mapjes. Zoals deze leuke foto van Ronnie Flex en Lil Kleine. What the fuck? Deze glow-up. Kijk, als jij lelijk bent op dit moment. Of niet lelijk, je ziet er gewoon een beetje fucked up uit. Ik vind het leuk om knolpower merch te dragen. Het kan allemaal goed komen. Geen stress. Als jij nu die vieze, strakke haarlijn hebt. Als jij er nu gewoon raar uitziet. Kijk, het komt allemaal goed. Ik weet niet hoe oud ze hier waren. Ik denk 17 of zo, of 16. Misschien 18. Doe, ik ga niet liggen. Besef hoeveel ze veranderd zijn. Dit. Snap je? What the fuck? Je moet komen, maar volgens mij maakt geld je wel mooier of zo. Wel. Wow, je moet gewoon geld verdienen, anders blijf je fucked up voor de rest van je leven. Ik zag echt die OG rapper. Ik had ook die mindere tijden, dat haar zo een beetje swagger boy België was. Hij ook gewoon die leger trampolinejassen aan had. Trampolinejassen heb ik nooit gesnapt. Wel heb ik zelf ook een oranje trampolinejas, maar oké. Ik heb dit haar ook gewoon gerokt, een hele lange tijd. Maar weet je hoe kut dit haar is? Je staat daar elke dag mee op en dan ligt dat plat en dan lijkt je op een hond. En dan moet je daar gel in doen en dan is het zo. 10 van de 10 dagen legt het kut. En 10 van de 10 dagen leg je het goed en dan ga je naar school en dan blaast de wind het helemaal omver en... Lijk je op een gedrogeerde aap. Maar snap je om er dan nu zo uit te zien? Ik doe het allemaal. Deo verbrand. It's everyday, bro. I said it's everyday. Dat is niet slim, niet. Dat is niet. Ik heb mijn neus weg. Maar je huis is toch niet weg? Oh shit. Snap je, ik hoop gewoon dat dit ook met mij gebeurt. Over zoveel jaar ook gewoon kan zeggen van, yo, kijk, ik ben nu ook bekend. En vroeger was ik ook fucking lelijk en toen heb ik mijn haar afgeschoren en zo. Komt allemaal goed, dames en heren. Komt allemaal goed. En om nog even iets cool te tonen. Ik weet niet of er veel mensen zijn die muziek kennen, maar ik ken die muziek wel. Ik kan jullie zeggen dat toen ik het zag, ik vond het echt fucking slecht. Ik bedoel, ik luisterde toen nog naar andere muziek. Ik bedoel, ik was toen ook 12 jaar of 13 of zo. Ik verstond daar ook geen hol van. Maar ik heb het wel gekeken. Jullie moeten dit wel beseffen. Dit is echt al super lang geleden. Ik weet niet hoe oud hij toen was, maar dit is die shit hoor. Dit is die old school Lil Kleine voor drank en drugs van die shit. Oké. Roken, drinken, vechten, stelen. Het kan me allemaal geen kankermoes. Oh shit! Hey, schaal me kanker! Nee! Oh my god, Lil Kleine, why are you doing this? Why? Fucking hard. Ook gewoon die pata crewneck die hij aan heeft, joh. Ja, Jonko. Even Jonko in die clip. Hij was wel een veel grotere gangster vroeger. Ik bedoel, hij is hier ook gewoon een guy van... Ik weet niet hoe oud hij hier is. Hoe oud denken jullie dat hij hier is? 16 of zo? 16, 17 max. En hij staat gewoon een beetje op Amsterdam te chillen, joh. Dat is volgens mij het allereerste liedje die ik ooit had gehoord van Lil Kleine. Ik bedoel, ik heb hem daarnet een beetje geskipt omdat ik niks had van hem. Maar weet jullie wie dit is? Ik bedoel, ik denk dat de helft van jullie niet eens weet wie dit is. Of welke rapper dit is, totdat ik het zag. Kijk, dat is een haar. Kijk, dat is een leuke flapje haar. Dus dat is van je brand of zo. Het is zo oranje. Dit is Ronnie Flex. Very nice. Het is allemaal zoveel veranderd. Ook al maken ze nu allemaal zo commerciële shit en zo, worden ze nu beluisterd door allemaal 12-jarige mensen. In deze tijd werden ze niet beluisterd door meisjes van 12 en 13 en 14 jaar. We luisterden er echt zo dudes naar hun die zo, ah, fuck I, dan Jonko en dan nog Jonko en dan. Lil Kleine staat daar ook gewoon naast. Met een bekertje, weet ik veel waar is het. Hij is gewoon aan het flexen toch.
55 zijn. Ja, bla. Heel klein in je spier. Dat is ook zo. De clip geschoten en de jachthaven of zo. En ik denk dat deze guy knolpower merch aan heeft in de back. Ik bedoel, het lijkt er wel gewoon op. Het lijkt er echt heel veel op. Is het knolpower merch in een clip van 2012? Dat kan wel. En is die guy even door de tijd gaan reizen. En is hij die enge knolpower merch komen halen. Het lijkt er wel op. Ik denk dat knolpower merch is in een filmpje van Leo Klein van heel lang geleden. Nice. Holy shit, Enzo Knol heeft gereageerd op deze video. Hoe kan het ook? De rap is goed, maar de clip niet. En clip met de K. En zo knol die allemaal, yo. Knolpower is niet alles. Dat zie ik aan je clip ding. Geef een shout out naar Ronnie Flex. Ai! Bokusa! Snap je, toen waren deze Disney-truien nog in de mode zo. Alles in het dingetje zetten, dan had je zo deze Disney-trui. Maar Rotterdam eronder en dan had je zo hele lelijke blauwe Toy Story-trui. Dat stond erop, cool story, bro. Nee! Ik weet ook niet waar het mis was met de kleren in 2012. Het is toch echt gewoon 5 jaar geleden. Zo zie je maar, 5 jaar doet echt superveel bij mensen. In 5 jaar kan je van niks naar... nog altijd niks gaan, maar toch al meer dan... Ja, oké. Okay. Snap je? Kijk, er heeft ook iemand een fanart gemaakt van mij die ik net binnenkrijg. Deze is crazy. Wel, lijkt het alsof ik een blauwe oog heb gekregen. En... mijn ogen zijn wel geweldig in deze tekening. Yo, thanks Camille voor deze mooie tekening. Thanks voor het saffie in mijn mond. Appreciation. I love you. Oké, ik heb ook meer dan Ronnie Flex en Leo Klein alleen. Dit is boef. Dit is boef. What the fuck? What the fuck? Ik bedoel, mijn pasfoto is echt heel fucked up. En heel fucked up. Maar echt, what the fuck? Stel je voor, dit is je pasfoto. Dat is fucking hard. Deze foto is echt zo het clean koepje. Het clean hartje die iedereen vroeger had. Strak in de jello's. Hij is niet eens zoveel veranderd. Qua kleren zo wel. En eigenlijk is hij fucking veel veranderd. Maar hij lijkt er wel gewoon nog altijd heel goed op. Holy shit. Habiba. Habiba. In de club kom je moeder tegen. Snap je, iedereen kan rapper worden. Snap je, als je op straat gaat kijken en je komt er eerst iemand tegen en je denkt van ja, die is een heel basic guy. Over 5 jaar kan je de beroemdste rapper zijn van Nederland en België, snap je? En laat je ook niet afleiden door mensen die je zo 15 euro laten betalen om een paar pasfoto's te maken. En dan zijn ze zo fucked up en dan zie je er heel dik uit op die foto's. Fucked up. Maar als je dacht dat bij Nederlandse rappers erg was bedoeld, kan altijd erger. En hoe beter de rapper, hoe erger het kan, toch? Dit is Eminem. What the fuck? Deze hairstyle. Snap je? Ik snap ook waarom hij White Rabbit noemt. Hij heeft ook van die flaporen zoals ik vroeger had. Yo. Als je fucking lelijk bent op je 16 of je 17 en je ziet er echt niet uit. Mensen komen je pesten daar zo met je uiterlijk. Het boeit allemaal geen hol. In de jaren tussen je 18 en je 20, you gonna change. Je gaat gewoon echt veranderen of zo. Ik snap ook niet hoe. Of hoe dat kan. Maar iedereen dat je kent, yo. Snap je, soms heb je niet van jezelf door dat je lelijk bent. Misschien ga ik van mezelf denken binnen 5 jaar. What the fuck had ik gedaan met mijn haar? Waarom heb ik die shit afgeschoren? Bedoel ik leek op het duim? Misschien denk ik dat binnen 5 jaar. Vind ik het misschien oké, maar binnen 5 jaar ga ik waarschijnlijk terugkijken naar deze video's en echt denken. Wat deed ik? What the fuck deed ik? Ik ben zeker dat dat zo gaat zijn. Waarschijnlijk verwijder ik al mijn video's op een bepaald moment als dat daar hoort. Dan moet ik mijn video's verwijderen, want anders ga ik nooit werk kunnen vinden. Dat kan ik nu ook al niet meer. Snap je, een beetje zelfspot moet kunnen. Veel zelfspot is volledig erover, man. Doe, ik dacht ook dat ik er super goed uitzag op dit moment. Dat mijn haar echt geweldig was. Dat deze lach het echt was. Ik bedoel, je kan mijn lippen niet eens zien. Het lijkt dat ik geen lippen heb. What the fuck? Mijn haar was een ei. Mijn hoofd was perfect rond. Ik ben ooit zelf zo ver gegaan dat ik mijn haar heb gekleurd. Gewoon echt dat. What the fuck? Snap je, dit was de tijd dat ik zo die little kleine koep had. Snap je, zo alles omhoog en kort langs de zijkant. Gelukkig had ik geen camo trampolinejas aan. Dat zou het allemaal nog erger gemaakt hebben. Maar oké, okay, ik bedoel, ik wil niet praten over dit haar. Alsjeblieft, ik had er blond haar tussen gestoken en het stond in de lucht. En mijn hoofd was echt zo lang of zo. Ik ga niet liegen, mijn hoofd was echt 1000 keer langer dan dat nu was. Mijn hoofd is nu al redelijk lang. Besef dat er dan nog eens haar tot hierop stond ofzo. Kan je je dat voorstellen? What the fuck? Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk, smash dan een duimpje omhoog. Ik ben Acid, tot de volgende keer. Vergeet niet mij te kijken op Twitch. Kans het erin als je deze video in de late avond kijkt, dat ik live ben. Link staat in de beschrijving. Download gewoon de app ofzo. Livestream. Wat meer geld met PayPal. Volgende keer. Knolpower out. Bye.